financiële situatie van de medische zending ziet er nog steeds niet rooskleurig uit. Onder andere de late overmakingen van subsidie vanuit de overheid de afgelopen periode hebben deze gezondheidsinstelling financieel onstabiel gemaakt. De salarissen van het personeel waren tot vanmorgen niet gegarandeerd. Edward van Eer, algemeen directeur van de medische zending, zegt dat de middelen voor deze maand tot vandaag 12 uur niet waren overgemaakt door de overheid. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de lonen van het personeel verlaat uitbetaald worden, zegt de directeur. Hij is ondanks deze situatie wel positief over de uitbetaling van salarissen. De overheid heeft sinds vorig jaar een policy om maandelijks subsidie voor lonen en salarissen over te maken. En dat gebeurt heel onregelmatig. Voor de maand juli, die dus nu zou moeten volgen aan wat de overheid geeft, is er nog geen overmaking geweest. Tot vanmorgen hebben we dus nog geen overmaking over juli en augustus voor wat salarissen betreft gehad. We zijn in overleg en ik heb goede hoop dat met toezeggingen van onder andere de minister van Volksgezondheid, ik heb goede hoop dat vandaag, maar uiterlijk morgen, de subsidie voor de lonen en salarissen betaald worden, zodat deze maand de mensen nog over hun salaris voor augustus kunnen beschikken. Op de vraag waarom de medische zending niet voor haar eigen financiële middelen zorgt, zegt Van Eer het volgende. De zorg voor de mensen die in het binnenland wonen, ruim 50.000 tot 60.000 mensen, de zorg is de verantwoordelijkheid van in de eerste plaats de overheid en deels natuurlijk van de mensen zelf. Dat stukje van de verantwoordelijkheid van die zorg is voor de mensen zelf. Daar kan ik kort over zijn. Het overgrote deel van de mensen is niet in staat om in ieder geval de financiële middelen op te brengen om te betalen of zelfs bij te dragen voor die zorg. En in zo'n situatie blijft dan de overheid over, het gouvernement blijft over, als verantwoordelijke voor die organisatie, niet de medische zending. Edward van Eer, algemeen directeur van de medische zending, over de financiële situatie van zijn organisatie. De subsidie vanuit de overheid was vanmorgen nog niet gestort. Indien de middelen niet op tijd worden overgemaakt, zullen de salarissen van het personeel verlaat worden uitbetaald. Intussen heeft ook de werknemersbond onder leiding van Roy Haverkamp haar bezorgdheid geuit hierover. Het bondsbestuur hoopt niet dat de werknemers weer acties moeten voeren om over hun lonen te beschikken.